gezond, energiek en hoogproductief. Dat zijn de koeien op het modern uitgerust melkveebedrijf De Brabander in Zomergem. Omringd met de beste zorgen leveren ze een zo groot en kwaliteitsvol mogelijke productie. Philippe en zijn vrouw Anja zijn melkveehouders met visie. Ze krijgen bij de uitbating van het bedrijf ook de hulp van hun kinderen. Wij hechten heel veel belang aan de hygiëne en de goede huisvesting van de koeien. Vooral de droogstandse koeien worden bij ons heel belangrijk. De koeien worden gevaccineerd in de droogstand. En naar het biesbeleid toe is het heel belangrijk dat de koe zich veel energie heeft en voldoende eiwit geeft. De koeien krijgen een aangepast voeder, een rantsoen, die uitgebalanceerd is volgens de eiwit en energie dat ze nodig hebben voor optimaal te kunnen presteren. Presteren is belangrijk. En dat begint kort na de geboorte bij die levensnoodzakelijke biest. Het geven van biest aan kalven is levensbelangrijk omdat kalven geboren worden zonder weerstand. En dat komt omdat de moederkoek bij de koe dusdanig dik is dat die geen transport doorlaat van antistoffen vanuit de bloedband van de koe naar de bloedband van het kalf. Maar de natuur heeft daar een oplossing op gevonden en dat is biest. Want een koe gaat einde dracht antistoffen uit haar bloed gaan concentreren in haar melksecreet. En wanneer het kalf dan die biest, dat melksecreet, drinkt, en wanneer hij voldoende van die biest kort na de geboorte drinkt, krijgt hij dus heel veel antistoffen in zijn darm. En een deel van die antistoffen wordt in de eerste levensuur na de geboorte vanuit de darm naar de bloedbaan getransporteerd. Het is belangrijk om de biest heel kort na de geboorte toe te dienen. En heel kort betekent heel concreet binnen de eerste 6 levensuren. Omdat naarmate een kalf ouder wordt, de efficiëntie van het transport van de antistoffen vanuit de darm naar de bloedbaan afneemt. Voor een goed biestbeleid zijn eigenlijk 5 punten van belang. Het eerste puntje is de kwaliteit van de biest en eigenlijk betekent dat hoeveel gram antistoffen of immunoglobulines zitten er per liter biest. Het tweede puntje is hoeveel biest er aan het kalf gegeven wordt. Het derde puntje, wanneer die biest verstrekt wordt na de geboorte. Het vierde puntje, of die biest al dan niet besmet is met bacteriën. En het vijfde puntje, het droogstandsrantsoen van de koeien. Kwaliteit van de biest betekent eigenlijk dat die minstens 50 gram antistoffen per liter moet bevatten. Uit onderzoek blijkt dat wanneer biest minder dan 50 gram antistoffen per liter bevat, dat de absorptie-efficiëntie, dus de efficiëntie van het transport van de antistoffen vanuit de darm van het kalf naar zijn bloed, dat dat helemaal niet efficiënt verloopt. Wat eigenlijk betekent dat ieder biesttaal moet gecontroleerd worden. Het zijn met een colostrometer, een brixefractometer, om te weten hoeveel antistoffen dat bevat. Maar de doelstelling is uiteindelijk om 200 gram antistoffen aan dat kalf te gaan voeren kort na de geboorte. Dus we spreken niet over liters biest, maar over 200 gram antistoffen. Dat is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat kalveren, wanneer ze 200 gram antistoffen opnemen kort na de geboorte, voldoende weerstand hebben om ziektevrij te blijven, om zeker niet te sterven en om beter te gaan produceren. Voor vleesvee meer groei per dag, voor melkvee 2 jaar na de geboorte een hogere melkproductie. Naast de focus op die biest gaat op dit bedrijf veel aandacht naar de verdere kalveropfok, waar dochter Sarah dan weer alles over weet. De vazenkalfjes komen van dag 1 in de iglootjes terecht. Ze blijven hier 4 tot 6 weken. Daarna gaan ze een groepshuisvestiging, waar ze meer kunnen eten. Tot als ze 2 kilo echt krachtvoer kunnen eten, dan gaan ze van de melk en komen ze naar binnen in de stal. Voor droogstand wordt dan weer een protocol gevolgd. En het gebruik van kleuren is een handig hulpmiddel. Het droogstandsbeleid begint met dat de koe drooggezet wordt met een goede droogzetter. Wordt gevaccineerd tegen de kalverdiarree. En het rantsoen wordt volledig aangepast naar de behoefte van eiwit en energie dat ze nodig hebben in de droogstand. De droge koeien hebben 2 soorten kleurbandjes. Dus groen is voor zonder antibiotica droogzetten, de gezondste koeien. En oranje is voor de koeien die drooggezet zijn met antibiotica, die wel iets meer hoger celgetal hebben. De antibiotica wordt heel laag gehouden. Ik denk dat 3/4 van de koeien zonder antibiotica drooggezet wordt hier. Veel zorg gaat tenslotte naar vaccinatie. Bij rundvee wordt gevaccineerd om 3 belangrijke redenen. 1, om ziekte te voorkomen. 2, om ziektes te eradiceren, hetzij op bedrijfsniveau, ook soms op nationaal niveau.
Een derde reden, en die wordt steeds populairder, is om de productiviteit van de dieren te verhogen. Nu, je ziet dus niet dat het ziek is, maar je kunt het wel meten. Het gaat bijvoorbeeld minder melk produceren. In plaats van 35 liter per dag, 33 liter per dag. En vandaag de dag wordt steeds meer gevaccineerd om die maximale productie te gaan beogen. Hoe het zit met dat vaccinatiebeleid op haar bedrijf, ligt Anja graag toe. De koeien en de droosten worden gevaccineerd in droogstand. Dus tussen rond de 2 maanden voordat ze kalven, krijgen ze al de eerste vaccinatie, zodat de kalf ook de weerstand mee heeft als ze geboren worden. Dat zit in de biestand en dat is heel goed voor de weerstand. We doen dat nu een tijdje aan en we hebben heel goede resultaten mee. Ja, en dan op 14 dagen worden ze gevaccineerd in de neus tegen de griep, vooral in de winterperiode. En op 2-3 maanden dan nog eens. Ja, heel goede resultaten. Sinds dat we met die vaccinatie in droogstand begonnen zijn bij onze koeien, zijn de kalveren heel vitaler, veel kloeker en veel meer eetlust. En ja, ze zien er gewoon veel beter en vetter uit. Meer en meer worden koeien gevaccineerd om kalveren te beschermen. De bedoeling is daarvan tweeërlei. 1. Doordat de koe gevaccineerd is en beter beschermd is, gaat zij bij de kalving minder kiemen uitscheiden en dus minder haar kalf besmetten. 2. Een deel van de antistoffen die ze aanmaakt, komen in haar biest terecht. En wanneer het kalfje dan die biest drinkt, is zij beschermd tegen ziektes veroorzaakt door bepaalde bacteriën, bepaalde virussen. Heel concreet worden koeien gevaccineerd met vaccins om diarree bij de kalfjes te voorkomen. Vandaag de dag worden koeien ook meer en meer gevaccineerd in de droogstand om de kalfjes te beschermen in de eerste levensweken, levensmaanden tegen ademhalingsstoornissen.